Ergens in Nederland staat een winkel. Een heel speciale winkel. Het is dé plek waar goochelaars in het diepste geheim hun trucs uitvinden en verzegelen. Alleen als je over een uitzonderlijk goocheltalent beschikt, kom je op deze magische plek terecht en gaan de deuren voor je open. Eenmaal binnen leren ze van grootmeesters de beste trucs die speciaal voor hen zijn geselecteerd. Welkom bij de magische winkel. Hoi, ik ben Matthijs, ik ben 12 jaar en hier woon ik in Schavenzanden. Dit is mijn moeder. Hoi. En ze zit gaaf achter de naaimachine. Dit is mijn vader. Hoi. En hij houdt heel erg veel van koken. Dit is Tommy, mijn hond. Dit is mijn zus. Hoi. Ze doet de opleiding tot verloskundige. Dit is mijn broer. Hoi. Hij speelt in een rockbandje Font 14. Ik zit op karate, ik heb de oranje slip gehaald en ik heb ook 1000 stoten gedaan. Dit is de foto van de KNRM-boot. Daar zat mijn vader vroeger op en daarom ben ik bij de renningsbrigade gegaan. Dit is mijn beste vriend Step. Hoi. En we spelen vaak met de drones. Mama, shoot. Ik ben begonnen met goochelen toen ik op mijn verjaardag een goocheldoos kreeg. Ik goochel nu al 6 jaar. En dit tafeltje heeft mijn moeder gemaakt voor mij. Ik doe veel kaarttrucs. Maar ik heb ook andere trucs, zoals dat ik een muntje laat verdwijnen. En dat ik een moer van een bout magisch laat afrollen. Ik ben benieuwd of ik tot de magische winkel toegelaten kan worden. Stef, zie je deze briefjes van 10? Ja. Let op. Huh? Huh? Matthijs. Ik ben Matthijs. Welkom, ga lekker zitten. Rob en Emiel maken van goochelen één groot spetterend feest. Deze podiumbeesten trekken al jaren volle zalen. En ook hun tv-programma Street Magic is een kijkcijferkanon. Hoe lang goochel je al, Matthijs? 6 jaar. Maar je bent pas 7. Nee, hoe oud ben je? 12 jaar. En je goochelt al 6 jaar, dat is best wel lang. Leuk. En wat voor trucs doe je zo al? Kaarttrucs. Kun je ons iets laten zien? Ja, tuurlijk. Spannend. Leuk. Hier een veel kaarten. Ja. Ik hoop dat u een kaart kiest. Ja, zeker. En goed naar de kaart kijkt. Ja. Ja. Je mag hem bovenop leggen. Ja. Goeie schuttechniek. Zeker. En dat u zo uw vingers uitsteekt. Ja. Zo. En dan stoppen we het tussen uw vingers. Ja. Goed stevig vasthouden. Breng de kaart naar je borst, maar niet naar kijken. Dan, het is geen rode, maar een zwarte kaart. Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Het is geen schoppen, maar een klaverkaart. Klopt ook. Ja. De klaver 2. Ik vind het echt prima. Ik vind het echt een goede truc. Vind je het leuk om ook een truc van ons te zien? Ja. Oké. Okay. Ik heb een truc voor je meegenomen. En daar heb ik ongelooflijk hard op geoefend. Ja, dat is knap, of niet? Dat is knap, kijk. Nou, stel je ervoor dat jij een fotograaf zou zijn, hè? Dan moet je stop zeggen op het moment dat jij de mooiste foto zou kunnen maken van deze move. Stop. Snap je hem? Ik heb er gewoon touwtjes in gedaan. Zie je dat? Kan iedereen. Mooi, hè? Oké, je bent nog niet echt enthousiast. Nou, dan zie je hier allemaal verschillende kaarten. Kijk eens naar. En dan zou ik aan jou willen vragen. Zou je eens één kaart in gedachten willen nemen? Ja. Heb je er één? Ja. Denk sterk aan je kaart. 1, 2. Nu draait één kaart zich om in het midden. Eén kaart.
Jij had iedere kaart kunnen kiezen, maar welke kaart had jij gekozen? De ruiter van Jakob. Echt? Dat is ongelooflijk, want de enige kaart die zichzelf heeft omgedraaid is jouw kaart, de ruiter 4. Mooie truc. Mooie truc, of niet? Ja, mooie truc. Ben je klaar om een geweldige truc te leren? Ja. Kom, gaan we naar boven. Kijk, hier staan alle trucs die we dit seizoen bij de Magische Winkel gaan uitleggen. Hey, Emiel. Ja. Wat dacht jij van de zoutoplossing? Ja, die is leuk. Die is leuk, hè? Ja. Die zit wel een beetje tussen klein en groot in. Ja. Komt die aan? En misschien, ik dacht zelf aan de kaartlezer. Ja. Ik zeg, gaan we proberen. Laten we die eens even gaan bekijken. Ja, top. Welke wil jij als eerste zien? De kaartlezer of de zoutoplossing? De zoutoplossing. Spannend momentje altijd. Ja. Zoutzakjes. Zoutzakjes. Gooi ze er allemaal eens uit op tafel. Ja. Pak jij er eens een zakje uit. En Emiel, pak ook een zakje. Pak ik ook een zakje. Schudden we eerst het zout een beetje naar beneden. Ja, scheur je hem open. Zakje even netjes openmaken. Dan doe je je hand plat. Je vingers dicht en dan maak je er een kuiltje van. En dan giet je het zout in je hand. Doordat het hele zakje leeg is. Houd zout goed in je hand, knijp goed. Dan ga ik jullie deze ongelofelijke truc laten zien. Het enige wat je nodig hebt, zijn de toverwoorden. En die zijn de zoutoplossing. En dan is mijn zout verdwenen. Ja, nou, je voelt het zout nog, toch? Ja. En jij ook? De zoutoplossing. Nou, jij. De zoutoplossing. Nou, goeie truc of niet? Ja. Tijd voor truc nummer 2. Ja. De kaart lezen. Maak maar open. Hé, Emiel, jij vertelde mij dat je deze truc wel kan doen voor wel 1000 mensen in een zaal. Ja, dat kan absoluut. Een kaartspel. Zou jij de kaarten willen schudden? Ja, dat hadden we al gezien, hè, dat hij dat goed kon. Dat kan hij heel erg goed. Kijk, fantastisch. Matthijs, wat belangrijk is dat de kaarten goed zijn geschud. Ben je er tevreden mee? Ja. Oké. Okay. En Rob, ik wil aan jou vragen om straks te gokken wat jij denkt dat een kaart rood is of zwart. Dus als hij rood is, zeg je rood. En als hij zwart is, volgens jou, dan zeg je zwart. Ja. Volg je gevoel. Mag jij ons vertellen, hou de kaart maar vast zo, of die rood of zwart is? Ik denk dat die rood is. Heb ik hier nog een kaart? Welke kleur is deze? Zwart. Die is zwart. Heel goed. Leg hem maar neer. Nou, denk je misschien dat Rob het voelt met zijn vingers? Ik hou de kaart alleen maar op. Rob, rood of zwart? Hij voelt rood. Oh, ik weet het zeker. Deze is zwart. Deze rood. Deze is zwart. Deze is ook zwart. Ik weet niet waarom, maar ik zeg gewoon maar wat. Deze is rood. En deze is zwart. En deze is rood. En zo kunnen we het hele kaartspel doorgaan. Raar, hè? Vind je het een mooie truc? Ja, ik vind het een hele mooie truc. En wij kunnen jou eventueel leren hoe dit werkt. Maar dat ligt er natuurlijk wel aan welke truc dat jij wil leren. Kies jij voor de zoutoplossing of kies je toch voor de kaartlezer? Ik ga voor de kaartlezer. Goeie keuze. Mooie truc. Gaan we je die leren. Dan blijft er nog één mysterie over. Dat van de zoutoplossing. Dit is een truc waar je wel een klein beetje voorbereiding voor nodig hebt. Wil jij weten welke? Ga dan nu naar onze site voor de uitleg van de zoutoplossing. Terug naar Matthijs voor de uitleg van de kaartlezer. Matthijs, ik ga jou laten ervaren hoe het is om zelf die kleuren te noemen. Denk je dat je dat kunt? Ik denk het wel, ja. Ik heb er alle vertrouwen in. Wat heel belangrijk is, Matthijs, is dat je je straks goed concentreert op je gevoel in je lichaam. En dat je voelt of iets rood is of zwart. Dus jij voelt of het rood
of zwart is. Als jij voelt rood, zeg je rood. Als je voelt zwart, dan zeg je zwart. Oké? Ja. Die oog maar even dicht. Is deze rood of zwart? Een rode kaart. Zwart. Rood. Zwart. Rood. Nou, hij kan het echt ontzettend goed. Dan weet jij natuurlijk al hoe het werkt, maar de mensen thuis nog niet. Dus laten we er nog een paar proberen en dan gaan we stiekem laten zien hoe dit nu eigenlijk werkt. Dus is deze volgens jou rood of zwart? Rood. Zwart. 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 Rood. Ik tik zachtjes op jouw voet. En hoe zorg ik er nou voor dat de persoon met wie ik dit laat zien weet wat hij moet zeggen? Dat zit helemaal in het begin. Ik zeg namelijk tegen de persoon die mij helpt, let goed op. Jij mag straks zeggen of je denkt dat een kaart rood is, dan zeg je rood. En als je denkt dat die zwart is, zeg je zwart. En nu tik ik dus niet op mijn voet. Maar er zijn er nog een paar hele mooie en spannende dingen in deze truc. En dat noemen wij de opbouw. Dus stel je voor dat jij bent betrokken in deze truc, dan ga ik jou eerst een kaart aangeven. En dan zou ik je nu dus stiekem onder tafel een tikje moeten geven. Dus in het begin van de truc geef je de kaarten aan de toeschouwer. Waardoor mensen denken dat ze misschien iets voelen aan die kaart of dat daar iets mee is. Als je daarna zegt van nou, nu geef ik hem niet eens meer in je handen, nu houd ik hem zelf vast. Dan denken mensen opeens, hè, ik dacht dat ik het wist. Maar dat kan helemaal niet. En daardoor wordt het een nog groter wondertje. En als je dan aan het eind, net zoals dat we net bij jou deden en als Emiel bij mij deed, het ook nog gaat versnellen, dan wordt het nog gekker. Snap je het? Ja. Ik denk dat we het een keer met jou moeten gaan oefenen. Ja, denk ik ook. Heb je er een? Ja. Ik denk een zwarte kaart. Ja, klopt. Heb je er nog een? Ja. Hey, wat belangrijk is, dit zijn natuurlijk de eerste kaarten die je mij laat doen. Dat je dan wel tegen mij zegt, welke kaart is dit? Want ik zit namelijk met mijn ogen dicht. Ik weet niet of jij een kaart vast hebt. Nee, je moet het theatraal maken. Krachtige stem opzetten en goed theater maken. Oké, ik wil dat je je ogen sluit. Mm-hmm. En als je denkt dat het een zwarte kaart is, dan zeg je dat het een zwarte kaart is. En als je voelt dat het een rode kaart is, dan zeg je dat het een rode kaart is. Welke kleur is dit? Volgens mij is dit een zwarte. Dat klopt. In het begin is het ook belangrijk dat je aan mij laat weten of het goed is of niet. Want als ik hier met mijn ogen dicht zit, is het best wel spannend. Ik weet niet zo goed wat er gaat gebeuren en ik weet ook niet wat jij gaat doen. Dus dan is het belangrijk dat je niet alleen zegt, ik heb een kaart vast. Welke kleur denk jij dat het is? Maar als het goed is, zeg je, dat klopt. Zodat ik weet dat ik het goed doe. Ik zeg, blijf oefenen en veel plezier met deze truc. De kaartlezer. Nou, dat hoef je Matthijs geen twee keer te zeggen. Als een volleerd goochelaar gaat hij zijn grote kunsten vertonen op de toneelclub. Spannend. Ik voel me als een beetje zenuwachtig, maar verder gaat het allemaal goed. Maar ik vind het natuurlijk spannend als ik straks zo'n toeschouwer uit het publiek moet halen. Dan kies ik denk wel iemand die mijn voetsignalen begrijpt en niet dat hij me verraadt of ineens denkt, dat klopt niet. Nou, ik ben Magic Matty. En ik ga voor jullie een truc doen en die heet de kaartlezer. Voor deze truc heb ik één iemand uit het publiek nodig. Kom maar naar voren. Hier zie je allemaal soorten spelkaarten. Kies er maar één uit. Nou, voor deze truc hebben we een blinddoek. Mag je even blinddoeken? Ja. Vingers steek ik op. Drie? Nee. Oké, nou dan is het goed. Met deze truc steek ik een kaart op en dan moet jij als kaartlezer zeggen of het een rode kaart is of een zwarte kaart. De eerste kaart, is dit een rode kaart of een zwarte kaart? Een rode kaart. Is dit een rode kaart of een zwarte kaart? Een rode. Is dit een rode kaart of een zwarte kaart? Een rode. Is dit een rode kaart of een zwarte kaart? Een zwarte kaart. Is dit een rode kaart of een zwarte kaart? Een zwarte kaart. Zien jullie allemaal dit symbool? Ja. Ja. Oké. Is dit een schoppen of een klaver? Een klaverkaart. Goed zo. Nu moet je heel goed denken aan welk getal dit zou kunnen zijn. Zeg maar. Een drie. Nou, ik doe je blind nog maar af. Klaver drie. Ik
vond deze truc heel goed. Ik kan het zelf eigenlijk niet geloven hoe hij dat deed met dat meisje. Ik vind het een heel goed goocheltalent. Ik snap niet hoe hij het doet. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik vond het wel een beetje spannend, maar verder is het wel heel goed gegaan. Ik heb nog nooit voor zoveel mensen opgetreden, dus dat was ook wel een hele gave ervaring.